Een goede balans tussen Noord en Zuid. Dat is de conclusie als je kijkt naar de finalisten van het LVK dit jaar. Vanmiddag werd bekend wie er in de finale staat. 11 nummers komen uit het noorden en midden van de provincie, 9 uit het zuiden. De bekendmaking was te volgen in een bloedstollende live uitzending op L1 Radio. We lopen nu langzaam maar zeker richting een frituur. Maar het is ook een beetje een soort van café. En er gaat een deur open en ik moet binnenkomen. Ja, daar is het ook! Die gaan het in checken en veranderen. En natuurlijk zeker. Gefeliciteerd. De check. Ja, heel veel blije mensen. Tom Doesburg, een spannende bekendmaking vanmiddag. Hè? Wat kun je zeggen over de finalisten? Een finale met heel veel routiniers, hè, oud-winnaars, mensen die er al vaker bij hebben gezeten. En altijd wat verrassingen. Wat dacht je van Baaksem? Volgens mij voor de eerste keer in een LVK-finale, wat ik me kan herinneren. V&D uit Heerlen bestaat 24 jaar voor de eerste keer in de finale. Irene Lardy, 67 jaar uit Geleen. Ja, dat is toch fijn. Mensen die bij Popstars en Voice of Holland hebben meegedaan. Bijvoorbeeld Christel Rouleau uit Venlo staat in de finale met Bart Jansen. Dus ja. Nieuw en oud. Ja, een beetje een mix. En als je nou naar de nummers kijkt, naar die finale nummers, wat valt dan op? Ik denk dat het effect heeft gehad dat er gekeken is geworden naar teksten. Dat teksten meer punten hebben kunnen krijgen van een vakjury. En misschien ook wel de oproep hier en daar, ook van mezelf, niet om arrogant te zijn, maar de oproep om meer te doen met de kern van Vastelovend, om textueel meer te doen met humor, met tegen de actualiteit aanschoppen, wat maatschappij kritisch te zijn, misschien de maatschappij een spiegel voorhouden. Ik denk dat dat terugkomt nu in de teksten en dat is een goede zaak en laten we dan maar hoop putten daaruit voor de toekomst. Wat een mooie finale vrijdag. Ja, mooie ontwikkeling ook trouwens. Ja. Hè? Tom, dankjewel. Ja. Alle filmpjes van de bekendmaking zijn terug te kijken via onze site l1.nl/lvk. En de finale is vrijdagavond. L1 zendt die natuurlijk live uit.